We gaan allemaal een keer dood. Praat u daar wel eens over? Stel u bent ziek of u krijgt een ongeluk. De ambulanceverpleegkundige vraagt dan aan u, wilt u gereanimeerd worden bij een hartstilstand? U heeft daar nog nooit over nagedacht. Wat betekent dat eigenlijk in uw situatie? Het is goed om dat eens te bespreken met uw huisarts en met degene die u dierbaar zijn. Wie mag er voor u spreken als u dat zelf niet meer kunt? Als u zelf niet meer kunt aangeven wat u wilt, omdat u te ziek bent of omdat u niet meer kunt spreken, hoe moet dat dan? Dan kan iemand uit uw omgeving bepaalde beslissingen voor u nemen. Heeft u al eens nagedacht wie dat zou kunnen zijn? Wat is goed om nu al te regelen? Denkt u ook wel eens aan al het regelwerk dat gedaan moet worden? Administratie, geldzaken, testament, wilsverklaring? Praat erover met iemand die u kan helpen: een familielid, een vriend of een hulpverlener. Dat geeft overzicht en rust. Is er nog iets waar u over wilt praten? U heeft veel meegemaakt in uw leven. Bijzondere momenten en mijlpalen, veel om op terug te kijken. Er waren leuke gebeurtenissen, maar ook minder leuke. Het kan zijn dat u vragen heeft, dat u nog iets wilt zeggen of dat iets u dwars zit. Misschien zijn er nog dingen onopgelost, situaties die u verdriet doen. Het kan fijn zijn om het daar met iemand over te hebben. Een familielid, een vriend of een hulpverlener. Iemand met wie u goed kunt praten over wat voor u belangrijk is. Bijvoorbeeld over het bijleggen van een ruzie. Zo kunt u nog aandacht geven aan de dingen die aandacht nodig hebben en die voor u belangrijk zijn. Er komt een moment dat u overlijdt. U kunt gecremeerd worden of begraven. Heeft u hier wel eens over nagedacht? Als uw naasten weten wat u wilt, kunnen ze straks aan uw wensen voldoen. Het kan verdrietig, maar ook mooi zijn om hier samen over te praten. Heeft u wel eens nagedacht waar u het liefste zou willen overlijden als het zover is? Het is moeilijk te voorspellen hoe het zal gaan, maar stel dat u kunt kiezen: thuis, wat vertrouwd is. Maar wat veel regelen betekent? Of het ziekenhuis, waar de meeste technische mogelijkheden zijn? Of een hospice, met de zorg goed geregeld en aandacht voor het welzijn van u en uw naasten? Weet u wat u wilt? We gaan allemaal een keer dood. Daar hebben we geen invloed op. Maar op sommige dingen kunt u wel invloed hebben door er nu al over na te denken. Wilt u hier meer over weten? Kijk op www.weetuwatuwilt.nl Praat erover met uw huisarts en met familie of vrienden.